dat gebloemde potje, daar zit een beetje as in van mijn schoonmoeder. Ja, en dan heb ik hem helemaal ingezoomd. Daar is de maat. Hallo lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Vandaag, het is vandaag vrijdag, de 26e. Mijn bril zit niet goed. De 26e februari 2021. Gisteren was het 4 jaar geleden dat mijn man is overleden. Dus ja, niet lekker allemaal, nee. Nou, op na 3 maart, dat is de dag dat hij gecremeerd werd. Maar oké, gedane zaken nemen helaas geen keer dat je het overnieuw kan doen, dat het niet is gebeurd en dat hij er nog was geweest. Nee, maar in ieder geval, ik heb wel 2 liefdallige hondjes en een poesjebeestje die hun aandacht aan mij vragen. Dus ja, daar moet ik me wel op concentreren en straks komt Astrid weer, mijn huishoudelijke zorg, en, oftewel de HHZ. Dus voor die tijd ga ik nog even met slopen eentjes buiten. Eentje staat er binnen, die wil ook naar buiten. Dus ja, geniet van de dag, want het is prachtig mooi weer. Ja, echt wel. Hè, Elwin? Elwin? Ja, meisje? Het is een mooi weer, hè? Ja, oh ja. Het is een grote meid, hè? Ja, zo groot dat ze in juni... wordt geopereerd, wordt gesteriliseerd, krijgt een ritsluitingje. Dus ja, Hans is loops. Dus toppie. Nou, ook gisteren. Gisteren is het geworden. Maar oké, ik ga gauw dus even lopen. En ik zou zeggen, graag tot straks. De bureau moet van de muur af, want daar ligt wat achter. En ik zal het ook zeggen. Dat gebloemde potje... daar zit een beetje as in van mijn schoonmoeder, weliswaar in een zakje ook. Maar er wordt een dekseltje op. Dat dekseltje hangt ergens tussen hemel en aarde in, achter mijn bureau. Dus ja. Hoe, wat, waar, ik weet niet. Ja, ik weet niet hoe het ook kwam, ik weet het niet meer. Hij keilde naar achteren toe. Oké, nou ja. Zover ik weet is hij wel heel, want ik heb geen scherf gezien. Ik heb verder niks gehoord dat hij kapot is gegaan. Hij ligt gewoon ergens op die snoeren te rusten, want het is daar één snoerennest van de apparatuur. Dus ja, hij zal wel daar recht tussen hangen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Ga ik ook proberen de draad weer een beetje op te pakken. Ook al ben ik met mijn hoofd nog wel ergens anders, maar ja, dat hou je toch. En vooral hetgeen wat ik mee heb gemaakt, dat gun je je ergste vijand niet toe, nee. Maar oké, ik zou zeggen, tot straks. Doei doei! Hallo lieve vrienden, Astrid is net de deur weer uit. Die is druk bezig geweest. Die heeft voor mij hier op de knieën helemaal onder mijn bureau gelegen om het stof daarachter weg te krijgen, want ik heb het bureau naar voren gehad. Maar ja, die kan je niet helemaal naar voren krijgen, want dat is te zwaar. Maar ik heb het wel zelf gedaan. Eerst wat bovenop staat, wat omvallen kan en breekbaar is, eraf gehaald. Zoals de kandelaar en die vaas en die kaars en natuurlijk de urens. En ik heb ze even omgewisseld, want mijn mannetje lief, die stond daar. En mijn schoonmoedertje lief stond aan die kant. Maar de foto is zo. Ja, dat kan ik niet spiegelen. Dus... de foto. Maar de potten wel. Dus ik heb het zomaar gedaan. Alles is ook gelijk weer schoongemaakt. Enkel dit moet allemaal nog gedaan worden. Nou, komt met weekend wel. Morgen lukt dat niet, want morgen ga ik te demonstreren samen met mijn hondjes in de stad. Ja, ja, ja. En Karen en Roderick komen eventjes langs. Ja, eventjes zeiden ze. Dus ja, ik ben benieuwd of hij tijd heeft om even iets recht te zetten op die computer. Roderick, want dan kan ik ook weer wat fatsoenlijker werken. Ja, dat gaat het hem nou allemaal niet worden. Nee, ik kan geen maskers in plaatjes doen. Dat gaat allemaal niet, omdat ik met mijn stomme kop
wou ik mijn computer opruimen op mijn externe harde schijf. Doe ik het helemaal verkeerd. Ja, gaat helemaal verkeerd. Dus ja, geen verstand ervan hebben en niet willen vragen, maar gewoon doen. Ja, in de hoop dat je het goed doet, maar het ging fout. Dus een heleboel ging naar de externe harde schijf en toen was ik het allemaal kwijt. Ja, dus nu zit ik met de externe harde schijf ook aangekoppeld aan de computer. Dan kan ik er wel bij, maar dan kan ik nog niet op een fatsoenlijke manier een masker laden in een plaatje. Dat gaat het hem niet worden, nee. Dus ik kan momenteel ook niet iets maken. Wat ik ook wel eens doe, dan maak ik een les. En wat mijn man vroeger ook deed. Maak ik een les, maar dan geef ik er op een gegeven moment een eigen draai eraan. Maar je hebt wel al die attributen nodig die jou wordt aangereikt door die leraar. Nou ja, dat gaat het wel niet worden, dus je moet natuurlijk weer zingen. Maakt toch niet uit, ik heb fantasie genoeg. Ja toch? Ja. Ik ben nou back af, ik heb pijn in mijn rug. Ik ga ook niet lopen met de woefwaffies. Terwijl het eigenlijk qua tijd nog wel zou kunnen. Maar nee, dat wordt met een veel van het goede. Ik heb genoeg gedaan voor vandaag. Gewoon vanavond een normale ronde weer. En vanmorgen ook niks speciaals qua lopen gebeuren. Eerst een normale ronde, dan met een booster naar de stad. En dan neem ik mijn eigen stoel tenminste bij. Dan hoef ik niet te staan of wat dan ook. En Marijke gaat dan ook mee. En dan zien we wel. Ik blijf niet continu daar, want de dames die mogen daar niet pissen, nee, niet poepen, nee, dat mag niet, nee, of ik moet zakjes meenemen, maar dan nog, mag daar niet. Nee, ze mogen niet te poepen en niet te pissen, nee. En dus, maar ja, oké, ik zit trouwens met het er, de deur open en dat op 26 februari. Hoe doe je dat? Ja? Vrijdag 26 februari 2021 zit je met de deur open. Het is zulk goddelijk heerlijk weer, de lucht is blauw. Het is prachtig, echt waar. Hé, hey. Schrok je omdat ik hees, hé? Je moet in je baard hangen. En nu? Wie moet er een koekje? Ik ga koekjes halen. Ja, ik heb koffie. Ik zet de camera hier. Even laten zakken. Zo. Dan zet ik jullie even kijken of dat lukken wil. Hij wil haast niet. Zo. Ga ik koekjes halen. Dan gaan we naar Rijka toe. Ga maar naar Rijka toe. Ik kom daar wel. Nou, dan heb ik van deze grote koekjes. Ik wil een poot. Goed zo. Oh. En dan zien we jou niet zo. Kijk voor jouw poot. Goed zo. Lekker. Dan is Elwin zo, die het op heeft, mag ze graag stelen van een ander. En dat wil ik niet hebben.
verder eigen gehad. Dus ik heb alle krummeltjes opruimen. En dat van Rijka blijft er van af. Dit is een kleine bekkie. Dat gaat veel minder snel. Lekker hè? Wat verdikkie. Hebben jullie verdiend hoor. Jullie zijn zo lief geweest vanmiddag. Ja, grote meisjes. Nou, het schilderij hangt ook weer recht boven de kast. Die had Astrid maandag recht gehangen, maar de volgende dag hing die weer scheef. Ik ben benieuwd wat hij nou gaat doen. Ik heb nou de grote trots erbij gehad, ik heb het zelf gedaan. Ik ben benieuwd of die morgen weer scheef hangt. En anders weet ik wel wie dat doet. Ja, dan is mijn papa hier. Ja, kan niet missen. Dan laat hij hem scheef hangen. Maar ja, net zoals foto met mijn moeder erin. Die hangt ook om de havenklap scheef, deze. Wow. Keffer. Dus, maar ja, wat ik nou ga doen, dat is lekker voor mezelf zorgen en genieten en de computer aandoen en een vlog in elkaar zetten. Ja, want dat moet ook weer gebeuren, want ik loop vreselijk veel op achter. Gisteren kreeg ik dus onverwachte visite van Mario. Ik heb geloof ik niet eens niet gevlogd, ik weet dat niet eens. Kun je nagaan? Omdat ik er helemaal niet bij ben met mijn hoofd. Nog niet hoor. Nee, maar ja, je moet het toch doorgaan en daarom ik heb vandaag een hoop gedaan. Echt wel. Hé, Elwing? Ja. Maar oké, ik ga dus aan de gang. Ik ga de spullen aandoen. Ja, dat is 1. En dat is 2. En dan zullen we het beleven. Gaan we weer aan de gang, 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 gang. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer. We krijgen mooier weer, maar het wordt wel koeler. Dus ja, je moet je er dan wel weer op gaan kleden. Vanochtend was bij de poort was het 15 graden. Het is nu 11 graden bij de poort. Dus ja, dan eventjes uppe. Dus ja, dan valt het toch wel een beetje tegen. Maar ja, we zitten nog wel in de dubbele cijfers, zo moet je ook weer denken. Maar ja, bij de poort is het in de luwte, ook dat nog. Doe dan, ik wil dat niet. Weg ermee. Weg ermee. Kan die ook weg? Kan die weg? Kan die weg? En dan kan dat weg. Dus ja, ik zou zeggen, gewoon genieten met hetgeen wat jij wil doen en niet wat een ander opdraagt die maf is. Ja, zitten draadjes los bij die lui. Echt wel. En jij of ik, wij moeten ons van hun laten testen, maar zelf doen ze het ook niet. Hoezo moet ik het dan ook doen? Nee, ik laat me niet testen. Waarom? Ik heb niks. Ja, ik heb genoeg, maar niet datgene wat hun denken. Nee hoor. Ik laat me... Wat doet die nou weer? Heeft Rijka weer wat hoor? Wat heb je daar? Wat heb jij daar? Mijn stok, waar is mijn stok? Niemand de deur uit? Oh, hier. Daar hangt mijn stok. Wat is dat? Oh, onkruid. Je bent gek, hè? Ik heb dubbel getrapt.
ben hier ook bezig geweest. Troep opgeruimd wat hun hadden neergedeponeerd. Hé, Jono? Ik ga weer naar binnen. Jullie bekijken het maar, hè. Mooi. Jij ook nog? Jij ook nog? Rijka, kom dan. Nee? Gaat hij dicht? De warmte in huis houden. Want ik heb de kachel ook niet aan. Nee. Die is alleen vanochtend even aan geweest. En voor de rest. Noppen. Hé, alleen. Ja, we hebben hem uitgezet. Want ik vond het warm zat hier. En het is nog warm. Dus waarom dan aanhouden? Wat niet nodig is, scheelt ook weer in onkosten. Toch? Ja, vind ik van wel. Zo, hè? Wat verdikkie. Die is maar laat me gaan. Ja, toch? Nou, ze zeggen geniet ze en tot later. Doei, 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 doei. Kijk eens hoe mooi de maan daar staat. Zo mooi. Zo mooi. Echt wel. Wou ik jullie even laten zien. Ik heb al ingezoomd, maar nog niet eens niet helemaal. Dus ja, ik zal weer uitzoomen, anders worden we gek. Want ja, ik ben weer. Met de dames natuurlijk buiten. Ja, zo, nou zie je mezelf. Het maakt niet uit. Nee hoor. Ik zal weer eventjes aaien. Zo. Daar gaat het toch om. Om die twee. Ja. Hé, dames. Lekker eventjes lopen. Nee, er is er eentje die trekt als een tierenlier en dat is die grote natuurlijk. Ja, Workout die riem eroverheen doen. Workout paused. Workout resumed. Ja. Dat is mijn wandel-app als jullie die al mogen horen, ik weet het niet. In het water is hij zo glad als een spiegeltje. Workout paused. En er komt een auto aan, dus ik moet ophouden. Maar we gaan gewoon weer verder. Want ja, ik moest even mijn rollator, waar ik mee loop, even weer op de berm zetten. Hè? Ja. Dus, maar het komt goed allemaal. We lopen nog even een stukje door. Workout resumed. We hebben die boot omgedraaid, of die boot is uit zichzelf omgedraaid. Ook dat kan. Want hij lag met het zeil naar de andere kant toe. Ach gosje, er zit een meerkoetje op. Ach gosje. Wachten. Workout paused. Ah, oh, wat lief. Lief hè. Ja, zo lief. Ach gosje. Er komt weer een auto aan. Oh jee, oh jee, oh jee. Kan dat of kan dat niet? Nee, dat gaat het hem niet worden. 1, 2. Nou wel, Elwing terug. Ja, dat gebeurt dus regelmatig hier. Moet ik mijn rollator optillen en ja, kan er niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. Anders kachelen ze ook gewoon door wat ik ongehoord vind. Maar ja, wat doe je eraf? Twee keer niks. Nee. Ik probeer weer even te draaien. Nee, dat lukt even niet. Kan niet of... Nee. Nou, we doen het anders. Het is helemaal Elwing. Vogeltje, hè? Ja, vogeltje. Zo. Rustig aan, dames. Workout ja. Resumed. Ja, laat me zien hoe je het plasje doet.
Workout paused. Ja, hij filmt echt wel mooi hoor. Ik ben zo blij met dit toestel. Echt. Workout resumed. Ze zijn lief. Ja, echt wel. Hé, Rijka? Rijka? Lief, hè? En Elwing ook lief? Elwing? 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 Elwing, ben jij ook lief? Kijk uit! Workout paused. Terug, gras! Ja, maar ik ben ook aan het vloggen. Oh, ja, maar dan gaan die allemaal zo gaan doen, schatje. Hier. Kom hier. Terug. Terug. En blijf zitten. Mag toch niet tegen een auto opspringen? Is het foei? Nou, lieve vrienden, ik sluit me weer af. Want zoals jullie merken... Een open onthoud, een hoop gezoden handig met al die auto's. En ik heb mijn hoofd echt meer daarbij nodig. Dus lieve vrienden, we sluiten af. En ik zou zeggen, ja, daar gaat Spikey, hè. Wow, daar gaat Spikey. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, en dan heb ik hem helemaal ingezoomd. Daar is de maan. Enkel de karaters en alles, dat zie je er niet op. En dat had ik wel verwacht. Hij is mooi, even goed. Zo dan. Dat is weer een auto. Mooi hoor. Echt wel mooi. Ja, nou lieve vrienden, tot straks thuis.